We gaan een lesje spelling doen uit kijker 6, les 20. Woorden met A of AU. Wat heb je nodig? Een potlood of een balpen? Je werkblad, kijker 6, pagina 20. Opgelet, de blauwe oefeningen zijn extra en dus niet verplicht. Oefening 30. Ik schrijf de A-woorden op de juiste plaats. Ik ga de woorden even overlopen, want sommige woorden zijn een beetje moeilijk en andere woorden zou je normaal gezien goed moeten kennen. Het eerste woord Augustus, dat ken je. Paus, dat is de baas van de katholieke kerken over heel de wereld. Die woont ook in Rome. Saus, dat ken je. Applaus, flauw. Flauw betekent dat er niet zoveel smaak in je gerecht zit. Of je voelt je een beetje flauw, dan voel je je een beetje slapjes, niet zo lekker. Nauw is een ander woord voor smal, niet zo breed. Dauw, dat zijn de druppeltjes die je 's morgens op de blaadjes kan zien of op het gras. Kauw, ik kauw mijn eten, dat wil zeggen ik bijt op mijn eten. Grauw, dat is niet zo mooi van kleur, dat is een beetje donker. Gauw, snel of vlug is een ander woord voor gauw. Paul, dat is het diertje dat je ziet op de prent, die zit in de auto daar. Lauw, je hebt warm water, koud water en daartussenin heb je lauw. Rauw wil zeggen niet gebakken. Auto, miauwen, blauw, pauzeren, dat ken je ook. Klauwen, de scherpe nagels van een kat of de scherpe nagels van een tijger of van een leeuw. Wenkbrauwen, die zitten op je voorhoofd, dat zijn die haartjes, die zijn je wenkbrauwen. En snauwen, je kan iets of tegen iemand iets snauwen. Dat wil zeggen dat je op een niet zo lieve manier iets zegt tegen iemand. Dan snauw je naar die persoon. Goed, we gaan er enkele samen doen. Bijvoorbeeld zin 5. Het zal regenen. De lucht is... En nu moeten we een woordje kiezen dat erbij past. De lucht is grauw. Grauw betekent dat de lucht al een beetje grijzig is, een beetje donker. Dus grauw kunnen we doorschrappen. Dat hebben we niet meer nodig. We doen er nog eentje. Hij is zo fier als een pauw. Dat is een uitdrukking. Dat betekent als je iets goed hebt gedaan, dan kan je zo fier zijn als een pauw. Dus pauw mogen we ook doorschrappen. En dan nog eentje samen. 15. Wie is de puntje puntje van Rome? Dat was die belangrijke man die de baas was van de kerken. Inderdaad, dat is paus. Wie is de paus van Rome? Goed, dan mag je dat ook doorschrappen. En dan zijn de anderen voor jullie. Veel succes!